ook zijn dat moederziel bij een andere kleur staat, maar ik dacht dat ik moederziel inderdaad had gelezen. Oh my god. Zo'n moederziel van Sophie Hanna. Hoi, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe boekhaul. En alle boeken staan nog hier achter me. In de kassen zijn er 28 of 29 heb ik nageteld. En ik ga ze eerst allemaal eventjes bijpakken. En dan ga ik jullie laten zien welke boeken ik deze maand gekocht en gekregen heb. Inmiddels heb ik alle boeken hier voor me liggen op de bank in 3 hoge stapels. En ik ga er niet inhoudelijk doorheen. Ik ga ook niet vertellen in eigen woorden waar de boeken over gaan. Want dan wordt het een hele lange video, ben ik bang. Ik begin met de linker stapel. Valt er een boek volgens mij? Ja, er zijn normaal gaten in zitten. Ik heb het idee dat er iets gebeurt achter me, maar het zal vast niet eng zijn. Het eerste boek is eigenlijk het laatste boek dat ik heb ontvangen. Dit boek kwam gisteren binnen bij Zonsondergang van Nora Roberts. En Nora Roberts is haar echte naam geloof ik, maar ze schrijft ook onder het pseudoniem J.D. Robb. Daar heb ik een ander boek van ergens in mijn kast staan. En ze schrijft over politietrillers. En dit is wel een gewone thriller. Uitgegeven bij de boekerij. En eergisteren gaf ik een masterclass in de bibliotheek Flevomeer in Lelystad samen met Jen Minkman. En we waren dus gevraagd door Marijke F. Jansen. En Marijke is een vriendin en een collega van ons. En zij heeft een nieuw boekje geschreven. En dat heet Kort en Ongelukkig. En het is de Sprookjesjager boek 1. En dit boek ga ik trouwens binnenkort ook recenseren. Dus dat kom je in de volgende hierin tegen. King Coke. Geschreven door Dennis Kramers, uitgegeven door Xander. Het is een thriller. Dit boek heb ik pas geleden gecorrigeerd en dit is dus een presentexemplaar. En het is een debuutroman. En van De Bezige Bij kreeg ik het boekje Kleurentovenaar, geschreven door Marcel Meurning. En ik weet eigenlijk niet wat voor soort boekje dit is, maar ik denk een kleine roman. Oh, het staat hier 100 jaar bibliotheek Assen, maar het is een roman. En vorige week ontving ik een mailtje van een hele aardige mevrouw. Die zei dus een young adult boek had geschreven. En ze vroeg of ze het boek naar mij mocht sturen. En de flaptekst sprak mij aan, dus ik had gelijk ja gezegd. En deze week kwam het boek binnen. Laat me met rust, geschreven door Maaike Mulman. En staat hier als blurb: wat doe je als je gevangen zit in het web? En dit lijkt me echt een heel spannend boek, dus ik ga het ook heel binnenkort lezen. En ik krijg ook een plekje in een van de Jevernees. Er zitten een paar boeken tussen die ik van de moeder van Sis heb gekregen. Maar ze liggen niet op volgorde, maar dit is er in ieder geval eentje van. De Zevende Doodzonde van Lisa Jackson. En zoals jullie misschien weten, heb ik een tijdje terug ook een paar boeken van Lisa Jackson gekregen. Ik heb ze nog steeds niet gelezen trouwens. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig geworden naar haar boeken. Dus ik wil ze eigenlijk gewoon allemaal hebben voordat ik kan beginnen met lezen. Want dan kan ik ook in één keer door. En is uitgegeven door The House of Books. Oh, en een ander boek dat ik ook van haar kreeg is De Slaap van Lars Kepler. En dit boek is uitgegeven door Cargo, is een thriller. En ik heb hier, oh daar ergens, dat zien jullie volgens mij niet. Alle andere boeken van Lars Kepler staan. Volgens mij ben ik bijna compleet en zou ik dus kunnen gaan beginnen. En wat ik zo ook een tijdje wil doen, is een speciale wrap-up waarin ik dus een special doe van Lars Kepler. In een wrap-up ga ik dus binnenkort mee beginnen. Ik ben nu al bezig met de boeken van Jan Minkman. De eerste special is de Jan Minkman special. Dat zijn de boeken die ik voor mezelf lees en die ik toch wil bespreken, maar niet echt uitgebreid als een recensie. En niet met sterren, niet met een ja of nee. Ik wil dat het wel een beetje onderscheidend is van de ja of nee video's. Maar ik wil dus ook een wrap-up gaan doen met de Lars Kepler boeken. Oh, ik zei net dat ze niet op volgorde zaten, maar deze boeken heb ik dus allemaal van de zusmoeder gekregen. Ze liggen dus wel op volgorde, geloof ik. Ook dit boek, De Vreemde van Harlan Coben, een thriller, uitgegeven door de boekerij. En volgens mij heb ik van hem wel meer boeken, maar ik weet eventjes niet waar die staan. En dit boek heb ik ook van haar gekregen, Moederziel van Sophie Hanna. En Sophie Hanna heb ik al meerdere boeken en ik heb ooit een boek van haar gelezen. Even kijken hoor. Ik heb hier Verborgen Gebreken, De Lege Kamer en De Andere Helft Leeft. Nu weet ik niet meer zeker welk boek ik had gelezen. Ik hoop wel dat ik daar van tevoren achter kom, want anders lees ik hem nog een keer. Dit is dus een literaire thriller en uitgegeven door De Kern. Moederziel, wat hierachterop staat Moederziel, die staat hier niet. Het kan ook zijn dat Moederziel bij een andere kleur staat, maar ik dacht dat ik Moederziel inderdaad had gelezen. Oh my god. Zo'n Moederziel van Sophie Hanna. Ook dit recensieboek kreeg ik pas geleden, De Pier van Claire Douglas, uitgegeven door A.W. Bruna. Dit boek ga ik dus ook binnenkort recenseren. En zul je voorbij zien komen in de JRN. En het is een thriller, geloof ik. Ja, het is een thriller. En op de blurb op de achterkant staat: iemand weet waar ze is. En ik kreeg ook wel een bijzonder boek binnen, namelijk Leesvoer. En dan kijk je erin en dan zijn het dus allemaal lege pagina's. Maar er zit ook wel een flyer bij met de tekst: waarom is dit boek leeg? En het gaat erom dat echte boekenwormen niet genoeg hebben
aan één boek om hun lezenhonger te stillen. En die hebben heel veel boekies nodig. En dit is dus van Boekies. En Boekies is het nieuwe All You Can Eat Read kinderboeken platform. En je kunt via Boekies dus al 1000 kinderboeken op de tablet lezen. Of verslinden, want het leescoer is. En op boekies.nl kun je een proefaccount aanmaken. En dan kun je 2 weken gratis testen. En dat ga ik wel doen, want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat de Boekies nu is. Er staat hier dan ook een verhaal om je vingers weer af te likken. Ik vind het wel echt een stunt, want ik had echt zoiets van, oké, is het niet heel erg zonde en duur om zo'n leeg boek te laten maken? Aan de andere kant is het misschien helemaal niet duur. Ik heb echt geen idee van hoeveel het allemaal kan kosten. Maar ik vind het wel een leuke reclame in ieder geval. Dit volgende boek heb ik zelf gekocht. Is Verwoest, het nieuwste boek van Margie Woodrow, uitgegeven door de Fontein. Het is het eerste boek van Margie dat bij de Fontein is uitgegeven. Dit is een YA. En ze heeft nu ook dit mooie lint, dus politie niet betreden. En ik heb al een hele hoop boekwinkels zien staan. Maar ik ben wel echt heel erg benieuwd naar dit boek. Maar ik wil eerst de vorige boeken van Margie gelezen hebben. Nou, iedere zoveel maanden hebben ze een actie bij de Bruna van Nikki French. Die hele serie van maandag tot en met zondag. Dat was iedere keer het nieuwste boek voor maar €5. En nu is het dan €6,95. Maar daar lag dan Denken aan Vrijdag van Nikki French, Frida Klein thriller, uitgegeven door Ambo Antos. En bij de postcode loterij mocht ik een paar boeken uitzoeken. En kocht ik dus een andere boek van Nikki French, Als het zaterdag wordt. Ook van Ambo Antos natuurlijk. En nu is alleen nog net volgens mij bla 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 zondag uitgekomen. Ik weet niet wat de echte titel is, maar het is met zondag. En ja, ik wacht gewoon op dat boek dat het ook bij de Bruna uitkomt. En dan heb ik de hele serie compleet en kan ik het ook gaan lezen. En ik weet niet waarom iedere keer wacht tot series compleet zijn, maar ik vind dat gewoon heel erg fijn. Ik kocht dit mooie boek, Lost in a Book. Zaten hier Disney Beauty and the Beast, Jennifer Donnelly, zij is de auteur. En er staat dus Lost in a Book, an enchanting original story. En ik weet niet precies hoe het zit met het boek, omdat het zeg maar ja, Beauty and the Beast is. En de cover is prachtig, het is allemaal Belle en Beest. Maar het is niet van de auteur van Belle en Beest. Dus ja, ik was eigenlijk verrast als zij die naam mocht gebruiken. En ook Disney erboven. Maar het is allemaal zo uitgegeven door Disney Enterprises Inc. Nee, door Peregrine Books. Maar copyright Disney Enterprises. Dus ik snapte eigenlijk helemaal niks van. Maar ik vond het een heel erg mooi boek. En Sis was er helemaal enthousiast over. Dus ik heb hem gekocht. Helaas in paperback. Want dat was eigenlijk het enige wat ik zag. En zij heeft een hardcover. En die was maar €2 duurder. Dus dat is een beetje stom. Maar ik heb hem in ieder geval. En op Boekenkraam kocht ik een paar boeken. En die liggen ook weer door elkaar. Nu liggen ze wel echt door elkaar. En een van die boeken is dus Dit Laaiende Vuur. Geschreven door Estelle Laure. En uitgegeven door Kirido. Eigenlijk ken ik dit boek helemaal niet. Maar ik had hem een keer gezien in een video van Florine. En die was heel erg enthousiast over. En ik vind de cover gewoon heel erg mooi met die kleurtjes. Dus toen zag ik hem voor maar een paar euro op Boekenkraam staan en heb ik hem gekocht. En een andere boek van de postcode loterij is dus Handlettering Doe Je Zo. Uitgegeven door Moon. En ik kan helemaal niet tekenen, ik kan niet mooi schrijven. Maar ik ben zo benieuwd naar dit boek, omdat het gewoon echt ja, een hele grote hit is. Het ziet er zo mooi uit en ik wil dit gewoon kunnen. Dus vandaar dat ik dit boek heb gekozen en ik wil daar binnenkort echt wel mee gaan beginnen eigenlijk. En mocht ik nou ineens talent hebben voor handlettering, houd dan mijn Instagram in de gaten. Want dan ga je dit dus heel vaak waarschijnlijk voorbij zien komen. Een recensieboekje dat ik kreeg is Pyjama Dagen van Sarah Anderson, uitgegeven door Lano. Dit boekje hebben jullie als het goed is gezien in mijn laatste yay or nay. Was ik er heel erg enthousiast over. Wil je de recensie zien? Klik dan eventjes hier. En ik zie nu nog een paar boekenkraamboeken die ik dus had gekocht. Eén daarvan is Dochters van Anderen, geschreven door Amy Gentry. Dit is een literaire thriller uitgegeven door Karakter. En ik moet even zeggen dat ik het echt heel erg tof vind. Hier is het roze, rest is geel. Maar kijk, ook geel op de snede. Ik vind het echt heel erg tof. En een ander boek dat ik dus kocht bij Boekenkraam is Boek der Spiegels, geschreven door I.O. Shirovicki. Zoiets. Uitgegeven door A.W. Bruna en het is denk ik een thriller. Oh ja, een misdaadverhaal, maar volgens mij is het ook een beetje Dan Brown-achtig en daar hou ik wel heel erg van. Staat hier dan bovenop een literair agent ontvangt een mysterieus manuscript of is het een bekentenis? Dus dat doet mij denken aan Dan Brown. Dus ik denk dat ik dit wel wat vind en ik vind de cover ook echt heel erg mooi. En een recensieboek dat ik pas geleden kreeg is Het Verlangen. En dit hoort bij de gelijknamige film met Chantal Jansen in de hoofdrol. Het is geschreven door Brigitte Hooijmakers, maar het is eigenlijk een film. Dus de film van Joram Lursen naar een scenario van Frank Ketelaar. En Brigitte Hooijmakers is dat niet degene in de film die zogenaamd ja, het boek heeft geschreven. Dus dit is niet de naam van de auteur, maar het is een scenario van Frank Ketelaar. Dus eigenlijk is dit het boek dat in de film uitkomt als ik het goed heb. Ja, staat hier trouwens boven het boek bij de bioscoopfilm. Zeg maar andersom dus niet een boekverfilming, maar een filmverboeking, zoiets.
En ga ik ook binnenkort lezen voor een ja of nee. Aangekomen bij het laatste stapeltje. Een van de boeken die ik deze maand kocht is Op de rand van het niets van Corine Duyfus, uitgegeven door HarperCollins. Is een young adult en net zoals Marieke Nijkamp werd ze eerst bekend in Amerika, omdat ze het boek in het Engels had geschreven. Het was een hele grote hit. En ze heeft ook al een award gewonnen, de Bisexual Book Award in 2014 voor haar eerste boek Otherbound. En ik ben echt heel erg benieuwd naar het boek, want het is ook sci-fi. Het speelt zich af in 2035. En ik ben hier gewoon echt heel erg benieuwd naar. Dat had ik al gezegd volgens mij. Hè? Dus ja, zo benieuwd ben ik er dus naar. En ik hoop hem echt heel erg binnenkort te kunnen gaan lezen. En op de blurb staat dan wie is het waard om te overleven. Dus ik heb wel het idee dat het boek alles heeft wat ik zoek. Ik hou heel erg van dit soort boeken. Ja, ik geloof dat ik meer hou inderdaad van sci-fi boeken en paranormal en dystopian. En dus niet van high fantasy merk ik. Dus ik hou wel van fantasy, maar er is dan een andere fantasy. Als je het al fantasy kan noemen, dit wordt veel te ingewikkeld. En ik heb hier woorden hulp van Sasha nodig, want zij weet het allemaal echt precies te vertellen. En in een van de vorige video's zei ik al dat jullie bijna elke maand, of waarschijnlijk elke maand, een boek voorbij zullen zien komen van de Lunar Chronicles. Want deze maand kwam namelijk Crash uit, de geschreven Marissa Meyer. En je ziet hier dat lange haar, dus dat is dan het verhaal van Rapunzel. Dit is dus deel 3 in de serie en hij is weer zo mooi. En ook weer een hele mooie boekenlegger met Crash erop aan de andere kant voor. En ik denk deze zomer ongeveer dat het laatste deel uitgegeven wordt. Dus dan heb ik de hele serie eindelijk compleet in het Nederlands. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, had ik de hele serie compleet in het Engels. En die serie heb ik aan mijn zusje gedoneerd in de hoop dat zij ze gaat lezen in het Engels en ik dus in het Nederlands. Dus wel lekker zo gaan duo lezen ofzo. En dan kunnen we samen vertellen wat we van de boeken vinden. Van Klavis kreeg ik dus ook een leuk recensieboek. En dit is een recensieboek dat ik eigenlijk niet had aangevraagd, maar dat ik wel stiekem heel graag wilde hebben. Ik ga hem alleen nog niet lezen, want ik heb van deze auteur 2 boeken nog niet gelezen. En ik heb het idee dat ik het eerst gedaan moet hebben. Maar dit is dus het mooie boekje, bijzondere vertelsels van Random Rix. En ik weet niet of je het kan zien zo. Dat goud, het is echt prachtig. Ja, dit zijn dus 10 geïllustreerde verhalen. Maar ik wil hiervoor eigenlijk wel eerst die andere 2 boeken gelezen hebben. Ik heb alleen maar deel 1 van de trilogie gelezen. Andere boeken heb ik trouwens wel. Maar dat wil ik ook binnenkort doen, want dit boek wil ik natuurlijk ook recenseren. Alleen al die cover, hij is zo pretty. En dan was er echt iets heel tof. Ik vind het jammer dat hij dus in de kast ergens tussen heeft gezeten, waardoor het nu niet meer zo mooi is. Maar het boek Ik Zie Jou kreeg ik als recensie-exemplaar van de Fontein, geschreven door Claire McIntosh. En is een thriller en zij is de auteur van Mea Culpa. En die titel ken ik trouwens wel, heb ik alleen nooit gelezen. Maar de marketingcampagne is voor mij al geslagen. Er zit een briefje op en ik heb bij anderen al gezien dat weer iedereen gepersonaliseerd is. En bij mij staat er dus op: toen je van de week naar je ouders een omhoog liep, liep ik vlak achter je. Als je met de metro richting centrum van Rotterdam gaat, zie ik je wel gaan in je rode jas. Hij is net zo mooi als die van Zoe. Hashtag ik zie jou overal. Eerst had ik het niet door. Dus ik zat eerst te kijken van hè? Wat toevallig dat het hoofdpersonage ook een ommerd woont en naar de ouders loopt. En toen had ik zoiets van ah, wat toevallig is ook een rode jas. En toen dacht ik nee, je klopt is niet. Toen had ik hem ineens door en toen vond ik het opeens weer freaky. Want ik had echt zoiets van wacht even, hoe weten ze dit? Maar natuurlijk hebben ze een van mijn vlogs gezien. Want daarin zie je nou dat ik een rode jas aan heb. En dat ik vertel dat ik naar ommerd loop, naar mijn ouders. Dus dit is al zeg maar gegarandeerd 10 punten voor dit boek. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar Mea Culpa, dat ik dit boek nog niet eens gelezen heb. Maar het komt ook binnenkort in de J&A. Hij komt in juni uit. Dus in de J&A van juni zullen jullie dit boek in mijn J&A zien. En ik was heel erg enthousiast over Phobos van Victor Dixon. Dus kreeg ik ook Phobos deel 2. En ik ben hier zo benieuwd naar. Als het goed is, ga ik hem volgende maand lezen. En komt hij wel heel snel in de J&A. Maar ik kan ze eigenlijk helemaal niet wachten. Want ik vond deel 1 zo goed en zo spannend. En ja, ik hou dus echt van sci-fi, heb ik gemerkt. Terwijl ik helemaal niet van sci-fi films hou. Maar in boeken vind ik het wel weer heel erg leuk. En hij is dus uitgegeven bij uitgeverij Q. Boek dat ik had gekregen van de moeder van Sis. De Noordzeemoorden, Galgenveld. Of is het Galgenveld? En dan de serie De Noordzeemoorden. Volgens mij is dat het, ja. Zal ik op de zijkant, Galgenveld. Van Isa Maron, een thriller uitgegeven door uitgeverij Mistral. We zijn er bijna. Ander boek dat ik ook van haar kreeg is dus Blue Curaçao van Linda van Rijn. Een literaire thriller. En dit is uitgegeven door uitgeverij Marmer. En een recensieboek dat ik kreeg is Goed of Slecht, geschreven door Ellie Lent. Uitgegeven door Cargo. Het is een thriller. Volgens mij is het ook een young adult thriller omdat het meisje 15 jaar is. Maar dat weet ik niet zeker. Dit is een debuut.
En ik was eigenlijk al door de cover meteen nieuwsgierig naar dit boek. En doordat op de blurb staat, ik ben de dochter van een seriemoordenaar. Dus zie je binnenkort ook in Hier en Nee. En het laatste boek. Hebben jullie als het goed is al gezien in de Celebrate Books? Box Unboxing, De Strijd om Verona, geschreven door Melinda Taub en uitgegeven door uitgeverij Q. Dit is dus een hertelling van Romeo en Julia. Na de dood van Romeo en Julia gaat de strijd gewoon door. En het is een mooie hardcover. Oh, sorry, ik was wel. En wat echt heel erg tof is en waardoor ik al gelijk denk dat dit boek heel erg ga waarderen, is omdat hij op de achterkant staat dat hier een televisieserie van gemaakt wordt die geproduceerd wordt door Shonda Rhimes. En Shonda is zeg maar zo'n beetje mijn held, want zij is van Grace en ze is van Scandal en van How to Get Away with Murder. En Shonda is zo'n beetje de tv-serie godin, dus als ze hier een serie van gaan maken, dan heb ik nu al zoiets van wow, dat wordt geweldig. Want alles wat Shonda maakt is gewoon geweldig. Dus ik heb wel zoiets van dit boek moet ik ook snel lezen, want ik wil hem wel gelezen hebben voordat de serie komt. Ik had echt nooit van dit boek gehoord. Ik zat hier dus in de box en had zoiets van wow, hoe kan ik dit boek gemist hebben, maar hij is er net uit. Dus ja, maar ook in het Engels had ik er niet van gehoord. Maar ik ben er wel echt heel erg blij mee, want ik denk dat dit wel echt een boek voor mij is. Dit was de boekhaal 29 of volgens mij 30 boeken, want één boek had ik niet meegeteld. En dat was ik vergeten namelijk, zo graag 30 boeken. En in de tussentijd heb ik ze allemaal gewoon een keer teruggezet in de boekenkast. En heb ik dat nu dus niet meer te doen. Laat me weten hieronder in een reactie welke boeken jij hebt gekocht of gekregen deze maand. En welke boeken van deze stapels jij graag nog wil lezen of al gelezen hebt, of je hem aanraadt of niet. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En wil je meer video's zien? Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat doe je met één druk op de knop en is gratis. En je maakt een automatisch kans op een boekenpakket, want bij elke 100 abonnees geef ik 2 boekenpakketten weg. Wil je ook weten wanneer deze winacties komen en ook tussendoor winacties, want binnenkort heb ik weer een hele leuke. Volg me ook op social media. Hieronder in de beschrijving vind je eigenlijk waar ik overal op zit. En overal kun je me vinden onder de naam Shiloptese. Oh, dat ging goed. Hallo. Hallo, Poppie. Hallo. Kom zitten. Zit. 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 Nee. Zit. Nee. Ga er gewoon zitten, Cosmolifie. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik heb al gedoucht. Dankjewel. Ja, oké. Ga maar zitten. Zit. Hij luistert. Zo goed. Zit. Zo. Goed, hè? Hij zit. Dank voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei doei!